En diep geschokt heeft de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, kennis genomen van een karikatuur in het Dagblad Suriname van woensdag 26 augustus, vandaag dus, waarin vicepresident Ronnie Brunswijk is afgebeeld als een aap. Hoewel de SVJ de vrijheid van meningsuiting hoog in haar vaandel draagt en erkent dat spotprenten, karikaturen, in de media daar onderdeel van zijn, is er in deze een grens overschreden. En zeker in de huidige tijdsgeest, waarin de Black Lives Matter-beweging over de hele wereld protesteert tegen racisme. Suriname is een land van vele etniciteiten die in goede harmonie met elkaar leven. Dit soort uitingen geven onnodig voeding aan rassentimenten. De SVJ keurt de karikatuur in Dagblad Suriname dan ook ten strengste af. Inmiddels zijn Dagblad Suriname en directeur Farid Pirkan met een verklaring uitgekomen waarin zij hebben aangegeven dat de editie van vandaag voorbij de final check is geweest zonder een grondige screening. Zij hebben hun welgemeende excuses aangeboden aan de vicepresident Ronnie Brunswijk en het Surinaamse volk.